Ik ga nu de geitenlamschouder voor u ombenen. We snijden hem in. Het schouderblad gaan we eruit halen. Het is duidelijk te zien waar het gevricht loopt. Je snijdt hem voorzichtig onderlangs. Omdat het zo jong vlees is, trek je hem er. Met gemak trek je hem eruit. Snijden het pijbeentje eruit. We kunnen uiteindelijk beslissen van we laten het schoudertje aan elkaar voor een mooi barbecue product te maken. Als we dat doen, altijd even zorgen dat we dit beenvliesje weghalen. Zo. En eventueel zouden we dit kunnen kruiden en je kunt er een mooi roladetje van maken. Dan is het leuk als het schenkeltje er even in blijft zitten. Maar wat we uiteraard ook kunnen doen, is het boutje lossnijden. Bloederige deeltjes zorgen dat die goed weg zijn. Harde vliesjes tussenuit. En we zouden er een mooie stoof van kunnen snijden. Snijd de stoof niet te grof. Geit is altijd een stukje vlees wat iets meer bite heeft. Dus hoe kleiner de stukjes zijn, mooie langzaam temperatuur laten garen. Op lage temperatuur langzaam laten garen. Met een hele mooie stoofpot.